We zijn tussen twee ploegen die beide 6 keer hebben gewonnen in de competitie. Alleen heeft RKC 6 keer minder verloren. Want RKC een zeer uitgebalanceerd en evenwichtig seizoen. Met 19 punten, 6 gewonnen, 6 verloren, 7 gelijk. 31 goals voor, 31 goals tegen. En Excelsior heeft dus ook 6 gewonnen. Maar slechts 1 verloren en de rest waren nederlagen. Dat maakt het verschil tussen de beide ploegen van 6 punten. In een opstelling weer terug, 4-3-3, waarbij dus Azar Khan op 10 speelt. Driouez en Lamprou zullen de buitenspelers zijn met Garcous als spits. Bij RKC geen Dario van der Buijs, daarom een basisplaats voor Lars Nieuwpoort. Dus de Nieuwpoortbroertjes uit Den Helder hier in Rotterdam tegen elkaar. Geen Michiel Kramer, die had na de wedstrijd Go Ahead Eagles wat last van zijn rug. Is al lang uit geweest met een rugkwetsuur. En dat is 3 wedstrijden in een week tijd wel iets te veel van het goede. Ja, thuis een aantal mooie overwinningen. Dijkhuizen met zijn ploeg. Tegen ploegen waarvan je denkt, nou, daar valt inderdaad wel wat te halen. Er werd gewonnen van Volendam, er werd gewonnen van Groningen. Verrassend was de zege op AZ. Van Emmen werd gewonnen, dat is een ploeg die onder Excelsior staat. En ook van Vitesse helemaal aan het begin, dat ook gewonnen. Azar Khan, goede bal, dit is Garcous, daar komt de keeper en die komt daar heel goed uit. Maakt de afstand goed. Fase, prima gekiept. Kans voor Garcous om zijn doelpunten totaal wat op te krikken. Belhassani, Clement. Gaat er dan net wat te hoog op. Voluit vanuit de heup te schieten. Naar Horemans. Goudmijn. Bij de bal en dan is het Seuntjes die de bal zit heeft. Weinig afspeelmogelijkheden, nu dan wel met Belhassani die erbij komt. Lelieveld aan de rechterkant. De bal Lelieveld. En dit moet hem zijn, Lobete is hem niet. En dus is er de redding van Van Gassel. Dit was de kans voor RKC. El Yacoubi het middenveld in. Nou ja, kan nog een stukje verder. El Yacoubi. El Yacoubi, ja, dan kom je ineens tot randje 16. Redderman El Yacoubi. Hier die kans voor RKC. Lelieveld die bal goed terugtrekt en loopt beter. Weer El Yacoubi. Lamprou. Goeie bal, en Azar Khan net niet, en toch moet Fase handelend optreden. Lamprou hier naar binnen, richting de tweede paal. Azar Khan niet, en dan moet je als keeper alsnog op het allerlaatste moment ingrijpen. Belhassani met links voor. Al stuit het wat. Dan is hij voor Garcous. Driouez, Azar Khan ook mee, Azar Khan hier. Over Kari. Als dat kan. Driouez. Komt er niet aan. Saluton daar. Dit is dan nog. Horemans. Lekker teruggelegd. Als dat kan net niet. Er zit een hoofd van Lelieveld tussen. Lamprou. Garcous. Lamprou. Lepelt hem richting Azar Khan. Daar komt Fase en dan is er nog een kopkans voor Driouez. Maar die treft ook geen doel. Lamprou. Het is wel een makkelijke prooi, maar weer een kans voor Excelsior, een dubbele zelfs.
Benito. Aardige bal, Bellasani helemaal vrij. Dan moet hij zitten. Dat is de redding van Gassel natuurlijk prima. Maar als je zo in scoringspositie komt, dan moet hij hangen. Nog beter. Clement. Moet er een beetje hangen. En Seuntjes heeft hem als eerste. Seuntjes op de palen. Koubi wint zich enorm op richting Lamproe. Als die bal daar tussen drie spelers van Excelsior valt. Gari. Nog beter nog met de kans om de ruststand naar 0-1 te tillen. En dat krijgt hij niet voor elkaar. De tweede keer dat RKC de paal raakt. Deze ging in slow motion richting de paal. Daar dat schot door de benen van El Yaqoubi op de paal. En dan is het Van Gassel die hem alsnog terug liefdevol in de armen sluit. João. Voor te geven, Hormans, daar komt Gassous, prima voor zijn man. Ja, dat hij nog even wordt vastgehouden. Er zal naar gekeken worden, maar hoe ernstig was het? Hij komt prima voor zijn man, Reda Gassous. Ja. Geen strafschop, maar een doeltrap. Wel beter. Bellasani. Meegeven Ladyveld. Goeie bal, wel beter, moet hem wel afmaken. Te weinig contact met de bal. Dit zijn wel de momenten, zeker als hij zo voor zijn linkercompagnie dus graag heeft. Koopmeiners. Hormans. Goeie bal, als dat kan, daar komt de keeper. En die is dan even uit positie en die heeft dan de mazzel dat hij... Juist op tijd daar bij die bal is. Vindt dat Azarkan zich aanstelt. Laat hem dat weten. Fase. Dan zijn de rapen enigszins gaar. Hoeveel was er daadwerkelijk aan de hand? Met deze actie. Maar Fase daar komt, raakt wel het rechterbeen, maar dat lijkt me iets wat aan de te lichte kant. Lobeten. Makkelijk van de bal gelopen. Zeuntjes weggestuurd door Anita. Ladyveld komt erbij. Misschien moet Zeuntjes het nog beter alleen doen. Ja! Maar het is El Yaqoubi, denk ik, die zich daarvoor stort. Nee, het is Nieuwpoort die zich daarvoor stort. Anita. Goed, Seuntjes. Lobete, krijgt hij mee? Dat krijgt hij niet. De Lassani is nog te ver weg. Goudmijn, nu 4 van Excelsior. Met Besuijen, met Gassous mee en ook Azarkan. 5 wel weer terug van RKC. Een belangrijke sliding, een belangrijke ingreep van Lars Nieuwpoort. Yaqoubi. Het wordt wel wat slordiger aan beide kanten en is er ook wat meer ruimte. Dus ook om uit te halen. Goudmijn op de lat. En na 2 keer paal in de eerste helft voor RKC. Nu een bal op de lat van Excelsior. Een heerlijke uithaal van Kenzo Goudmijn. En dan vervolgens door Baas en een keer richting doel getransporteerd, maar wel over het doel. Waarbij dit een goede bal is. En waarbij je dan altijd moet letten op Kramer, wat hij doet. Hij zoekt bij de tweede paalpositie. Komt dan voor zijn man. Dat is een geweldige redding. En hier die kans voor Kramer, die dus heel slim voor zijn man komt.
Als dat kan. Nou, Joks. Bal voor. Hens, ja. Het is de steunarm. En dat. Natuurlijk komt hij op die arm. Maar ga daar maar eens een strafschop voor geven. Lars Nieuwpoort. Er is een VAR, dus er wordt naar gekeken. Maar die bal wordt voorgegeven. En. De steunarm, zeg maar, daar valt hij op. Ja, het lijkt me niet dat daar een strafschop voor gegeven wordt. Deze vrije trap. Helemaal achterin Kramer. Krijgt er nog voor en dan is het Nieuwpoort. En dan Jozef zo'n balletje terugleggen. En Adeboye, de opruimer. Die achterin in de eigen 16 alles wint, alles goed doet. Krijgt het hier niet voor elkaar. Om op het allerlaatste van de wedstrijd nog ook een hoofdrol te spelen in het andere 16 meter gebied. En dan is het Fini en is de wedstrijd afgelopen. En dan eindigt het in 0-0. En hebben beide ploegen grote kansen gehad. En zullen ze niet ontevreden zijn, kan ik me voorstellen, uiteindelijk dat er een gelijkspel uiteindelijk uitrolt. Dijkhuizen zag op het einde nog een bal op de lat van Goudmijn. De helft natuurlijk. RKC twee ballen op de paal. Doet bij elkaar. En Adeboye, die alles weghaalde achterin, kreeg op het einde nog een mogelijkheid om zijn ploeg zelfs naar een overwinning te schieten.